Mijn naam is Carla. Ik wil graag met jullie delen wat vader voor mij heeft gedaan in mijn leven. Ik ben de jongste van 20. 13 levende kinderen, 1 doodgeboren broertje en mijn moeder had ook 6 miskramen. Tijdens de zwangerschap van mij moest ze op bed blijven liggen en mocht ze geen eten met zout, omdat dan het risico groter zou zijn dat ze mij zou verliezen. En dat wilde ze ook niet. Dat was op doktersadvies natuurlijk. Het is zo dat ze bij de vierde jongste had ze al de hele zwangerschap gehuild dat ze weer zwanger was. En onbewust en onbedoeld heb ik de boodschap meegekregen dat ik er niet mocht zijn. Toen ze dus na dat doodgeboren broertje weer zwanger was van die kinderen daarna, daar was ze niet blij mee. Nee, dat was voor haar te veel. Ik heb in mijn leven als SPV, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, gewerkt met cognitieve gedragstherapie. En toen ik een cursus van CLC volgde over de Heilige Geest, toen kreeg ik dat beeld duidelijk. Dat ik er dus niet mocht zijn. Dat heeft veel invloed gehad in mijn leven. En ik heb een foto van toen ik 3 jaar was. En daar kan je echt aan mijn gezicht zien dat ik niet een blij kind was. Ik was niet vrolijk. Nee, ik was niet vrolijk. Mijn begin van de kerk hier was in 2015. Toen vroeg een collega mij mee. Zij zou zingen met Pasen. En de zondag voor Pasen dus ook. En toen was er een nummer, No Other Name, van Hillsong. Mijn hoofd zei, nee hoor, dat is niet waar, dat klopt niet. En de tranen stroomden over mijn wangen. En sinds die tijd ben ik eigenlijk altijd in de kerk gekomen. Ik heb heel veel van vader mogen ervaren in contact met hem, hoeveel hij van mij houdt, dat ik er mag zijn. Op een andere conferentie heeft een bidder over mij gesproken dat vader mij in de baarmoeder heeft toegesproken. Dat raakte mij ontzettend, want die bidder die wist niet van mijn verhaal. Dus dat vond ik zo mooi om te horen en zo bemoedigend. En in 2011 ben ik gescheiden. Toen was ik dus nog niet in de kerk. Ik had best een heftige vechtscheiding. Mijn ex was ook verslaafd. Was het niet aan de cocaïne, dan was het wel aan de alcohol. 2 advocaten kregen geen beweging in mijn zaak. Ik heb mij in januari 2016 laten dopen. En in maart was mijn ex het huis uit. Wow, dat was wel heel bijzonder. Ik ben 24 jaar met die man samen geweest, waarvan de laatste 15 jaar getrouwd. Hij was de belangrijkste in zijn leven, dus in het jaar dat ik 50 werd, dacht ik van ja, het is nu of nooit. Dus toen ben ik echt als een dief in de nacht weggelopen. En ja, ik had niet verwacht dat het leven wat ik nu leid, dat mogelijk is. Niet verwacht. Dat ik een relatie heb met een levende God, maar dat ik ook een liefhebbende kerkfamilie om mij heen heb. Dat is ook ontzettend waardevol. Ja. Mijn ervaring is echt wel dat sinds ik hier in de kerk ben, dat ik kan lachen, dat ik kan giechelen. Kon ik daarvoor helemaal niet, want er was helemaal niks om te lachen. En ik dacht van, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar dat blijkt niet zo te zijn, want ik kan wel lachen. Het verschil is alles. Het verschil is alles. Ik heb nu, ik mag er nu zijn. Ik voel me geliefd. Er is hoop. Ik heb hoop. Hij zegent mij heel erg veel. Ik mag er zijn.